Welkom bij de Belgische Ondernemers Podcast. Wie zijn onze Belgische ondernemers? Wat zijn hun strategieën en straffe verhalen? Welke leuke momenten en donkere periodes hebben ze al meegemaakt? We kennen allemaal de historiek van topondernemers als Mark Koeken, Willy Nasus en noem ze maar op. Maar wat speelt er bij de gemiddelde KMO, de kleine zelfstandige of evenzeer de start-up? Mijn naam is Christophe Roggen, ik ben zelf ondernemer, zaakvoerder van Document & Print Solutions. En in deze podcast interviewen we geregeld een Belgische ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet, en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele race van tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy! Hallo iedereen, welkom bij aflevering 36 van de Belgische Ondernemers Podcast. We gaan terug naar de jeugd vandaag. We zitten met een ondernemer van het jaar, studentondernemer van het jaar, van het jaar 2020. Hij is op zijn 18 gestart met zijn zaak. En luister goed, ik ga mijn wiskundige troeven even bovenhalen. We zijn nu 5 jaar later, dus de man is 23 jaar. Jeugdig, vol enthousiasme. En hij zit bij ons aan de digitale tafel. Ik heet hem zeer hartelijk welkom. Welkom, Thibaut Keulers. Dank u wel dat ik hier mag zijn. Nee, dank u wel dat je er wil bij zijn. De student-ondernemer van het jaar 2020. Nog steeds student-ondernemer van het jaar, want er is nog geen nieuwe gekozen. Dus eerst en vooral proficiat. Dank u wel. Thibaut, je hebt het bedrijf Picat Media, productiehuis, als ik dat goed zeg. Ja, klopt. Vertel eens, wat doen jullie juist? Dat is eigenlijk heel klein gestart als hobby. Dus vroeger deden wij enkel fotografie. Dat ging dan voornamelijk over kleine fuifjes in het jeugdhuis. Ja, dat was echt een hobby. Hè. Dus dat was gewoon een toffe herinnering. En dan is dat eigenlijk verder en verder gegroeid. Dan kwam er video bij. Mm-hmm. Social media kwam er dan bij. Grafisch ontwerp, dus denk maar aan logo's, websites, al die toestanden. En dan nu recent zijn we ook gestart met alles van 360 virtuele rondleiding. Okay. Dus we hebben eigenlijk een opportuniteit gezien en we zijn daar opgesprongen, zeg maar. Ja. Zeg, en wat studeer je dan juist? Studeerde je? Ik weet niet of je nog bezig bent. Ja, ik ben momenteel nog bezig. Ik heb al een diploma als leerkracht, secundair onderwijs in LO en informatica. Ah! Okay. dat is eigenlijk omdat ik niet direct mocht studeren wat ik wou doen. Dus ik wou eigenlijk fotografie gaan studeren, maar mijn ouders hadden toch zo'n beetje twijfel van, zouden dat wel doen? Is dat nog wel werken in die sector? Dus ze zeiden van, ja, pak misschien toch maar een andere job. Dus ik heb dan gekozen voor leerkracht, omdat de doorgroeimogelijkheden nadien met leerkracht zijn heel breed. Omdat je geleerd opvoeden, geleerd met mensen omgaan, geleerd heel veel situaties kennen. En je hebt eigenlijk een hele brede waaier aan eigenschappen. Dus via die opleiding heb ik dan mijn schakeljaar gedaan op de universiteit. En momenteel zit ik dus in mijn masterjaar van communicatiewetenschappen. Met dan afstudeerrichting film en tv. Oké, perfect. Dus eigenlijk alles wat je nu daarvoor aanhaalde van wat jullie doen, dat heb je effectief ook bijgestudeerd? Dat heb ik eigenlijk volledig op mijn eigen geleerd. Dus een beetje een self-made man, als ik het zo mag beschrijven. Gewoon eigenlijk trial and error. Dus echt gewoon proberen, filmpjes kijken op YouTube, dingen opzoeken. Ja, hoe doet die persoon dat? We gaan dat ook eens proberen. En zo eigenlijk een eigen draai er proberen in te vinden. En dat probeer ik vandaag ook nog altijd te doen, te kijken en te leren van anderen eigenlijk. Ja, respect. Je hebt net de Belgische Ondernemers Podcast beschreven. Exact hetzelfde. Wij hebben al veel gehuild, hè. Ja. Oké, we gaan afwijken van het diploma LO. Daar is veel over te zeggen. Philip Geubels heeft dat allemaal gedaan. Daar hebben wij geen tijd meer voor. We gaan ons richten op uw onderneming. Ja, gestart op uw 18 jaar toch wel. Effectief met de onderneming zelf? Nee, dus in de tijd was dat eigenlijk met de kunstenaarskaart. Dat is eigenlijk een soort kaart die je kunt gebruiken om in het wit iets bij te verdienen. Ah. En dan, daar zijn bepaalde voorwaarden aan verbonden. Maar ja, toen was ik ook, was dat nog niet zo bekend. En ik haalde die voorwaarden ook totaal niet. Mijn bedrijf was niet zo groot, ik zal het zo zeggen. Maar dat was wel een toffe, gemakkelijke manier om iets bij te verdienen. Al was het wel vooral een hobby. Hè. Dus er werd wel nog veel gratis gedaan. Hè, of voor vrienden. Oh, kun je een keer wat foto's trekken? Ja. Maar zo is dat dus eigenlijk gegroeid. En dan zijn er effectief die fuiven van... Ah ja, we hebben nog een fuifje daar. Kun je niet wat foto's komen nemen?
En zo is eigenlijk dan met die kunstenaarskaart, ja, kon ik dat legaal doen. En dat is dan gegroeid. En ik denk, de eerste onderneming heb ik gestart begin 2019. Dus 3 jaar nadat ik eigenlijk ben begonnen, heb ik dan begin 2019 mijn eerste bedrijf opgericht. Ja, in fotografie dan, op dat moment? In fotografie, ja. Moet ik dat zien? Ik wil dat zeker niet downplayen, maar moet ik dat zien? Die foto's dat we zien in discotheken van de nightlife, dat je dat op Vuiven deed, zoiets? Dat je dat op sites terecht kan, op Facebook, en dat was jij die dat vastlegde? Ja, klopt. Dus dat, zo is het eigenlijk begonnen, die Vuiven. Af en toe zat daar ook al een keer een trouwfeest tussen. Ja. Dat was nog niet heel veel, hè, omdat dat wel een heel andere setting is. Dat was ook een stuk moeilijker nog. Mm-hmm. Het is ook vaak beter dat je dan met twee bent, hè, omdat je soms momenten mist ook. Maar dat is eigenlijk wel gaandeweg gegroeid. Dus dat is eigenlijk bij kleine vuiven begonnen. En dan is dat naar de iets groter in de buurt gegaan. Dan is dat al een keer bij een discotheek geweest. Dan was dat een trouwfeest, aan een keer een bedrijf die iets vroeg. En zo is dat eigenlijk gaandeweg gestegen. Ja. Oké. Je start in 2019 met je eigen onderneming. Je hebt dan al een aantal klanten die je kan meepakken in die onderneming. Hoe is jouw bestand uitgebreid? En wanneer, ik ga twee vragen stellen. Hoe is jouw klantenbestand uitgebreid? En op welk moment heb je beslist, oké, ik ga er ook nog andere zaken bij pakken? Ja, dat is eigenlijk uitgebreid gewoon door in die evenementen te blijven. Praten met mensen. Dus ja, ik denk dat dat voor elk ondernemer belangrijk is om een goed netwerk uit te bouwen. En ja, ik ben ook een persoon die niet op het uur toekomt, maar die bijvoorbeeld 20 minuten te vroeg toekomt. Dan kan ik op mijn gemak alles opstellen. Je kunt een beetje babbelen met die mensen, je leert die kennen. Je weet ongeveer, oké, dat zijn zo'n mensen die verwachten die dingen. En dan ook nadat de opdracht is afgelopen, tenzij dat er nog een opdracht nadien is, probeer ik ook altijd nog een kwartiertje te blijven. Een beetje napraten. Dus alleen mensen appreciëren dat wel als je zelf ook een mens bent. Dat je niet toekomt, je doet de uren en je bent terug weg. Absoluut. En daar heb ik eigenlijk heel veel mensen leren kennen. En dan, ja, die hadden dan ook een onderneming of die deden een vuif daar of die kende iemand daar. En dat is eigenlijk via mond-aan-mond reclame is dat gegroeid. En ik had ook een feestzaal waar ik op dat moment als vaste fotograaf werd ingezet. Mm-hmm. En zo ben ik dan eigenlijk een beetje meer in die trouwfeesten en bedrijfevents terechtgekomen. Omdat zij me eigenlijk inhuurden voor de feestzaal. Maar tegelijkertijd leert je natuurlijk ook die mensen kennen die daar dan aanwezig zijn. Dus dat was eigenlijk wel, ja, twee vliegen in één klap. Ja, en dan, hoe is dat uitgebreid? Ja, dat is... In het begin had ik zelfs een camera die niet kon filmen. Dus video was zelfs geen optie. Dat was zo'n Polaroid nog. Nee. Zo oud ben ik nu ook weer. Nee. Maar dat was echt nog een camera. En die moest je dus echt inpluggen aan een computer. En dan kost eigenlijk rechtstreeks op je computer kost je video opnemen. Okay. Maar zonder die kabel kon je dat dus niet doen. Dus ja, ik kon ook geen video doen. En dan, ja, dan was dat het moment. Ik ging met mijn vriendin op een roadtrip door Oost-Europa. En dan zeiden wij van ja, we gaan nu door 9 landen gaan reizen. Het zou toch schoon zijn als we daar een beetje beelden van kunnen maken. Dat we zo zelf een herinneringsfilm daarvan kunnen maken. En dan hebben we dus besloten van oké, het is de moment. We kopen een camera die ook video kan vastleggen. En dan een beetje ook terug mee beginnen experimenteren en zien hoe werkt dat. En ja, gaandeweg is dat dan eigenlijk ook gegroeid naar die video toe. En dan zijn we dus verder gegroeid naar het social media gebeuren. Omdat je eigenlijk vaak, ja, die samenwerking tussen een marketingbureau en een freelancer is niet altijd even gemakkelijk. Mm-hmm. Ze hebben een bepaald idee en ze verwachten van u dat jij hetzelfde idee hebt. Maar we zijn mensen, dus ja, je geeft daar dan een andere interpretatie aan of het is toch niet volledig wat ze moesten hebben. En je ziet dat soms een beetje wringt. Ja. Ik heb ook hele goede samenwerkingen, maar dat gebeurt wel eens dat miscommunicatie of verkeerd begrepen. Dus wat hebben we eigenlijk besloten van oké, waarom doen we dat ook niet zelf? Dan hebben we zowel het deeltje van de contentcreatie, die wij op ons nemen, als ook die verspreiding daarvan. En doordat alles, ja, bij één bedrijf zit, is dat ook gemakkelijk naar de klant toe. Ze moeten maar één iemand aanspreken. En ja, je hebt direct heel je verhaal is gedekt. Hè. Ja, dat is misschien dus, een beetje interne keuken. Dus als je het niet wil vertellen, dan hoeft dat zeker niet. Maar ik vraag mij bijvoorbeeld af, als jij, want dat is voor bedrijven dat je social media beheert dan effectief. Hè? Ja. Ik heb nogal mensen gehad in de podcast die dat doen, maar ik ben de vraag altijd vergeten te stellen. Betalen ze dan per post? Of is dat een abonnementje per maand voor zoveel posts? Hoe zit dat juist in elkaar?
Ja, dat is meestal wordt dat eigenlijk gefactureerd per maand. Oké. Dus per maand aan werk, dat is ook over een langere termijn. Je kunt niet verwachten, als wij morgen uw sociale media overnemen, dat je binnen 2 maanden het topbedrijf in België bent. Dat Ah is niet nee, toch realistisch. niet, nee. Nee, nee. Ja, ik zou het u zeker willen kunnen aanbieden, maar dat wordt moeilijk. Ja. En ik wil ook geen loze beloftes maken. Dus Goed zo. wij communiceren daar ook wel heel transparant in. En dan hangt het ook af van, ja, is het echt enkel die sociale media gaan beheren? Hè? Dus dat is het onderhouden van die pagina posten doen, advertenties plaatsen. Of is het ook effectief die creatie ervan? En ja, daarvan hangt eigenlijk een beetje het budget af. Maar meestal is dat dus een bedrag per maand die ze Oké. eigenlijk besteden om dat te laten beheren. En ik vraag mij nog iets af. Als daar dan jullie posten voor, ik noem maar een grote naam, hè, voor InBev, social media campagne, en wij reageren daarop in een privébericht, stuurt mij eens wat pintjes, weet ik veel, er wordt gereageerd op een privébericht, behandelen jullie die privéberichten ook? Ja, dat is ook een Ah. optie, maar dat doen we wel altijd in overleg met iemand van de firma. Ja. Omdat wij kunnen nooit een bedrijf zo goed kennen als de mensen die daar werken. Dus gaandeweg rolt je daar ook in, hè. Je leert die mensen kennen, je leert die werking kennen. Je weet al, oké, als er dit gebeurt, moet ik zo reageren. Vragen ze dit, dan kan ik dit antwoorden. Maar dat is wel een proces, ook voor ons, hè. Ik ken mijn eigen bedrijf van binnen en van buiten. Maar ik ken dat bedrijf niet zo specifiek. Dus dat wordt wel altijd overlegd met hun. En dan ja, komen we eigenlijk samen tot een ja, overeenkomst, zal ik maar zeggen. Wat dat we kunnen antwoorden of wat dat we kunnen doen voor die mensen dan. We gaan daar nu losjes over, maar dat is eigenlijk een vorm van ongelooflijk veel vertrouwen van die organisatie in jou. Want die laten alles los. Social media is super belangrijk tegenwoordig, zeker hoe je daarop reageert. Ja, dat is Absoluut. een mooie binding. Het is daarom dat ik het ook heel belangrijk vind om die transparante communicatie aan te houden. Ook al is dat soms in mijn eigen nadeel. Ik vind het belangrijk om dat duidelijk te zeggen van het zit zo en zo. En als we dit doen, halen we dit. Als we dat niet doen, dan is het zo. En je ziet ook wel dat mensen dat appreciëren. Dus niemand is erbij gewonnen van loze beloftes te doen en duizenden euro's in de maand te vragen voor iets wat dat dan uiteindelijk niet opbrengt voor dat bedrijf. Dus ik vind dat heel belangrijk. En ook als er iemand naar mij komt met een aanvraag die ik zelf niet kan doen, dan ga ik altijd de hulp inroepen van iemand anders dat ik weet, oké, die heeft die kennis wel. Dan Oké. laat ik mij daardoor bijstaan. Dus ik ga niet zelf op eigen houtje iets beginnen doen wat ik misschien geen verstand van heb. Is daar zo een Dus voorbeeld van? Allee, het is maar. Ja, niet sociale media gericht dan, maar eigenlijk, wij doen heel veel vakgebieden, hè, foto, video. En ik werk in elk vakgebied met één of meerdere personen samen. Omdat, ja, ik ben opgegroeid in de fotografie, dus ik weet heel veel van foto's. Nightlife is mijn specialiteit, hè, dus dat is echt alleen wat ik gewoon ben. Ja. Maar bijvoorbeeld, ja, een logo ontwikkelen, dat doe ik niet elke dag. Nee, Dus klopt. dan vertrouw ik eigenlijk op iemand anders die mij daarin bijstaat. Ik zeg, oké, dit hebben we nodig, dat is het idee. Werk dan een keer uit voor mij en dan kunnen we daarover verder zien, oké, wat moet er nog gebeuren. Top. En zo proberen we eigenlijk een soort expert te plaatsen in elk vakgebied dat wij aanbieden. Perfect. Zo kan je een heel krachtig en alomvattend organisatie neerzetten, hè? Je bent dan Klopt. 2019 effectief met je onderneming gestart. En dan gaat het plots heel snel, want dan ben je plots student-ondernemer van het jaar 2020. Hoe is dat Ja, verlopen? klopt. Dus 2019 gestart. Ik heb dan ook voor de organisatie Gentrepreneur. Dus Gentrepreneur is een organisatie voor studentondernemers in het Gentse. Je kunt daar terecht voor raad, voor advies. Als je ergens mee wilt beginnen, gaan zij je daarin helpen en eventueel ook begeleiden door het proces. Oké. Dus ik kwam daar eigenlijk toe nog 6 maanden voor ik officieel ben begonnen. Zo heb ik ze leren kennen. En zij hebben mij dan ook overtuigd om effectief te starten. En dan waren er dus eigenlijk die awards, de Student Ondernemer van het Jaar Awards 2019, waar dat zij mij ervoor hadden gevraagd om de kandidaten te filmen en ook dan op het evenement zelf de foto's te maken. Dus zo heb ik dat eigenlijk leren kennen. Ik deed zelf toen niet mee. Ik vond ook toen dat ik daar nog niet klaar voor was. Ik was bezig, ik was in mijn ontwikkeling, maar ik was niet. Ik voelde mij niet goed genoeg om daar al te staan. Dus, maar zo heb ik er wel kennis mee leren maken. En dan is dat eigenlijk, ja, gaat het jaar verder. En dan 2020, en dan dacht ik, oké,
We zijn een jaar verder. Mijn kennis is enorm uitgebreid. Mijn klantenbestand is uitgebreid. Waarom doen we dit jaar een keer niet mee? Mm-hmm. Dus zo is dat eigenlijk dan gebeurd. Dan had ik nog bijna de deadline gemist. Ik heb mij een uur voordat de deadline ging vervallen, heb ik mij nog ingeschreven. Een echte NLO-leraar. ja, absoluut. Living on the edge. Ja. En ja, dan was het eigenlijk de pitches en dan was ik al heel blij dat ik bij de laatste vijf zat. Dus, hoeveel doen er mee, Thibaut? Ik denk dat er 19 in totaal waren ingeschreven. Okay. En dan van die 19 hebben ze er 5 geselecteerd die effectief dan op de site kwamen, waar dat je dan op kon stemmen en zo. Het is ook iets anders gelopen door corona natuurlijk. Ja. Maar het was allemaal goed geregeld. En ja, voor mij was het gewoon al een overwinning. Oké, ik zit bij die 5 laatste. Ik ben gelukkig, weet je. Dat was voor mij al een achievement van oké, we zijn bij de 5 beste. Ik neem het mee en we gaan door. Ja. En ik ben altijd mezelf gebleven. En ik ben zelf een heel sociaal open persoon. Ik babbel graag. En ja, dat gevoel heb ik ook altijd proberen overbrengen bij mijn pitches dan. En dan... Blijkbaar was dat goed genoeg om een voorbeeld te zijn voor anderen. En dan was ik verkozen tot student-ondernemer van het jaar. En dan ben je een rolmodel voor een jaar voor andere student-ondernemers. Super tof. Maar wacht, je slaagt een paar stappen over. Je hebt je eerste pitch gedaan. Wat zijn de stappen die er dan nog volgen? Je bent dan bij de laatste 5. En dan moet je bepaalde proeven doen. Moet je je werk tonen. Moet je à la Big Brother ruimschoots op jou laten stemmen. Heb je gewoon veel vrienden, Thibaut? Nee. Ik zeg altijd, echte vrienden kun je tellen op één hand. Juist. En dat is ook echt zo. Dat heb ik ook gemerkt de laatste jaren. En ik vind dat ook niet erg. Maar ja, we hebben wel... Dus de eerste pitch was er dan. De 5 beste gingen door. En dan was er inderdaad een stemmingsronde. Dus dat was dan de publiekstemming. Waar dan mensen dan konden stemmen. Dus ja, natuurlijk veel reclame gemaakt. Hè, en mensen aangesproken van stem op mij. En ik denk dat ik uiteindelijk dan tweede was bij de stemming. Dus ik was niet de eerste. Mm-hmm. Maar die stemming die telde eigenlijk mee voor 25% van het totaal. En dan was er nog de finale pitch. Dus dat was voor een jury. Ik denk dat ze met 6 waren, als ik me niet vergis. Uit verschillende sectoren. En dan moet je terug je eigen pitchen. Dus waarom... Dat ging dan niet meer echt over je bedrijf, maar dat ging meer over waarom zijt jij een rolmodel voor anderen? Mm-hmm. Waarom zouden we u moeten kiezen om begeleiding te geven, om informatie te geven aan anderen? Dus en op basis van die pitch hebben ze dan eigenlijk een puntentotaal berekend in combinatie met die stemming. En dan was ik daar als winnaar uitgekomen. Top. Nogmaals proficiat. Dankjewel. Wat is nu uw taak geweest dat afgelopen jaar in... Het inspireren van en het rolmodel zijn, wat houdt dat juist in? Allereerst was het sowieso een moeilijk jaar, omdat we weinig sociale contacten hebben. Maar desondanks hebben er toch wel heel veel mensen vooral berichtjes gestuurd dan, om te vragen van, ik zit eigenlijk met een idee en ik weet niet hoe ik eraan moet beginnen. En dat was ook een beetje de struggle die ik had in het begin, van ik heb nu dat idee, maar... Wat moet ik allemaal doen om te beginnen? Wat gaat mij dat kosten? Wat moet ik in orde brengen? Welke documenten zijn er nodig? En dan is dat wel echt een meerwaarde dat je tegen die mensen kunt zeggen van kijk, je studeert nog, je hebt weinig te verliezen. Een eenmanszaak opstarten kost je 2 keer niks. Als het mislukt, heb je ook niet veel verloren. Maar ik zeg altijd, als ik toen mijn gevoel niet had gevolgd, dan zat ik vandaag ook niet waar ik nu ben. En zo probeer ik dan eigenlijk wat mensen te inspireren om te starten. Want dat is de belangrijkste stap, effectief beginnen. Dat is ook de grootste stap om te doen. Nadien loopt dat wel los. En dan nadien als ze bezig zijn en ze hebben even een dipje of ze weten het niet goed meer, dan krijg ik soms nog eens een berichtje van dit of dit, hoe kan ik dat aanpakken? En eigenlijk, ik ben zelf ook nog jong, maar ik probeer gewoon te vertellen uit de ervaring die ik al heb opgedaan, probeer ik hun dan te inspireren van kijk, het is mogelijk, je moet gewoon doorzetten en je komt er wel. Ja, en als je er niet komt, so be it. Dan heb je tenminste geprobeerd. Voilà, absoluut. En je bent student, je woont wellicht nog thuis. Allee, ik denk dat dat voor de meeste studenten zo is. Dus je hebt geen huis, je hebt geen kinderen, je hebt weinig verplichtingen, om het zo te zeggen. Dus wat kun je eigenlijk verliezen? Ja, misschien zijn we een keer 300-400 euro kwijt, maar daarvan gaan we nu ook niet sterven natuurlijk.
En dan te weten dat je dan voor 300-400 euro misschien wel een bedrijf kunt hebben dat boomt over 5 jaar. Ja, dat kun je niet laten liggen. Hè. Nee, absoluut. Gekke ideeën gehoord? Nee, dat viel eigenlijk wel mee. Wel een paar interessante ideeën dat ik wel dacht van... Tu, had ik daar zelf maar op gekomen. ja, maar nee, het was wel tof. Zijn ze allemaal doorgegaan? Zijn ze allemaal gestart? Er zijn er een paar die het effectief gedaan hebben. Er zijn er ook, dat ik weet, die het uiteindelijk niet gedaan hebben, omdat ze toch nog altijd te veel schrik of niet goed die sprong durven wagen. Hè. Dat is de grootste stap, hè, dat beginnen. Hè. En dat zijn die gekke ideeën die jij ook wel zag zitten? Dat zijn inderdaad de ideeën die wel gestart zijn. Dus ik ben dan ook niet de persoon die mijn ideeën van een ander gaat lopen. Dat zou niet mooi zijn, ook niet. Nee, dan ben je geen mens, vind ik. Dus, ja. Nee, maar het is tof dat je denkt van, zo'n goed idee. Als ik het idee ook had, ik zal het anders verwoorden. Ik wou dat ik het idee had, dan weet je dat die kerel of die vrouw er echt voor moet gaan. En blij om te horen dat ze dat dan ook gedaan hebben. En dat probeer ik dan ook echt duidelijk te maken. Van, kijk, je hebt echt een sterk idee. Volgens mij, wat ik al gezien heb, is daar ook echt nood aan in de markt vandaag. Doe het. Ja. Probeer ik echt die call to action te maken van, wacht niet langer. Want voor je het weet is iemand anders met je idee gaan lopen. Ça va. Dus, 23 jaar en je bent al mentor. Knap hoor. Ja, mentor is een groot woord. Gewoon. Ik probeer anderen te inspireren, omdat ik elke dag eigenlijk... Ik zeg altijd, ik werk nooit. Ik doe gewoon elke dag wat ik graag doe. En dat vind ik heel belangrijk. En dat maakt me gelukkig, dat geeft me energie. En dan kan ik makkelijk 100 uur op een week werken, zonder dat je daar eigenlijk moe van wordt. Ja, en je doet dat niet alleen? Nee, klopt. Dus ik zit momenteel samen met mijn vriendin in de zaak. En dan werken wij eigenlijk nog samen met enkele freelancers. Ja. Dus we hebben die experten binnen hun vak dan. Ja. Maar we hebben ook bijvoorbeeld, toen de evenementen echt nog goed waren, dan deden we gemakkelijk 12, 13 events op een weekend. Dat kan ik allemaal alleen niet. Nee. Dus dan hadden wij ook nog 4 andere fotografen die wij ook uitstuurden naar locaties om foto's te gaan nemen. Wat ik wel altijd zelf gedaan heb, is de verwerking van de beelden. Omdat ik vind, je kunt uitleggen aan iemand, oké, ik wil deze beelden, dat is wat ik wil zien van dat evenement. He, dus die hadden ook een draaiboek, dat ze exact wisten van, dat verwachten, dat moet er gebeuren, he, dat ze wel een duidelijk overzicht hadden. Maar ik kan niet tegen hun zeggen, bewerk dat nu een keer in mijn creatieve stijl. Nee, klopt. Dat gaat niet, dus dat deed ik altijd nog zelf achteraf. Oké. En uw vriendin, hoe verplaatst zij zich in de zaak? Mijn vriendin is vooral bezig met het sociaal media gegeven. Zij is ook afgestudeerd met onderscheiding in de master handelswetenschappen. Dus ik ben heel fier op haar ook. Wel allemaal. Voilà. maar zij houdt zich daar vooral mee bezig. Maar zij is ook een hele creatieve in settings creëren. Dus stylistenachtig. Okay. Ik denk nu maar aan iets bijvoorbeeld. We hebben een bedrijf die cocktails maakt. Hele goede trouwens. En die levert die aan huis. Dus dat is eigenlijk gewoon, je krijgt dat thuis en je kunt zelf, je moet je glas pakken, je giet het erin, je doet nog wat garnituur erbij en klaar. Interessant. Maar zij is dan een hele sterke in een setting creëren. Dus bijvoorbeeld, met kerstmis hebben we dan aan een haardvuur met een kerstboom, wat fake sneeuw erbij, daar een dingetje. Dus zij is heel creatief in het uitwerken van ideeën. En ja. Ik ben dan meer de persoon die het technisch waarmaakt, zeg maar. Ja, oké. Perfecte tandem. Ja. En zij is zelf ook zelfstandige. Dus, perfect, inderdaad. En... Ja, dus zij heeft ook nog een bedrijf in de IMO, in het vastgoed. Dus zij is eigenlijk vastgoedmakelaar, waar ik dan ook voor een stuk mee in zit. Maar ik doe dan enkel ook weer het fotografie, videografie, social media verhaal in dat bedrijf dan. Oké. Nu, ik denk dat mijn volgende vraag daarop gaat aansluiten, want ik wou vragen, jullie zijn dan gestart, student-ondernemer van het jaar 2020, ik raak er niet uit mijn woorden, maar maart 2020 zeiden ze, dat is leuk dat jij op 13 evenementen per weekend zit, maar we gaan dat niet meer doen, want er is corona. Ja. Hoe heeft dat zich vertaald in jullie bedrijf?
Ik zeg het eigenlijk niet graag, maar corona heeft eigenlijk alleen nog maar een positieve invloed gehad op ons bedrijf. Het klinkt heel raar, ik weet het. Maar het was wel moeilijk. Hè. Laat ons eerlijk zijn, het was moeilijk. Mm-hmm. Je doet 12, 13 events op een weekend. Je staat eigenlijk een beetje, ja, je bent op weg naar, je hebt wat, ja, hoe moet je dat zeggen? Je hebt een naam. Hè. Dus mensen komen naar u in plaats van dat jij mensen moet gaan contacteren. Ja, je bent vertrokken. En dan hè? Opeens, voilà. En opeens valt alles weg. Mm-hmm. Dus je hebt niks meer. En dan hebben we wel even, niet in paniek, maar toch zo van, oei, wat gaan we nu doen? En dan hebben we dus eigenlijk vrij snel die switch gemaakt naar bedrijven. Dus dat was wel een moeilijke, hè, dat is een andere werking. Je gaat ook van de sector waar dat je naam hebt naar, je staat terug beneden aan de ladder en de mensen stellen terug vragen, waarom zou ik met u moeten samenwerken? Wat kun jij voor mij betekenen? Het zijn er hier nog 5 anderen, waarom zou ik met u moeten? Allee, dus je start terug beneden, je moet u terug gaan verdedigen en gaan tonen van, kijk, je moet met mij werken omdat en zo. Maar dat is eigenlijk heel vlot gegaan. Dus we hebben eigenlijk 3 maanden hebben we wat zitten spelen en zoeken van oké, zo. En dan kwam eigenlijk de zomer eraan. En ik zei het al, wij springen altijd op opportuniteiten. Mm-hmm. En reizen was heel moeilijk in die tijd. Dus wat gingen mensen doen? Mensen gingen binnen België beginnen reizen. Dus ze gingen naar Dardenne, ze gingen naar Limburg, naar de zee. Allemaal toeristische trekpleisters. En de cijfers waren toen ook iets beter van corona, dus mensen hadden hoop. Dus wij hebben dat eigenlijk vertaald dan in reportages voor toerisme. Dus wat zijn wij beginnen doen? Wij zijn hotels beginnen aanschrijven, vakantiewoningen, B&B's. En eigenlijk met het verhaal van, kijk, mensen reizen nu in België. Het is belangrijk dat je nu content uitbrengt waarom dat mensen bij jullie zouden moeten komen. Hm. En zo hebben wij eigenlijk juli en augustus hebben we echt supergoeie maanden gehad. Hebben we in heel België producties gedraaid. Op dezelfde dagen zat ik aan de zee en dan in de namiddag zat ik in de Limburg. Wat heel tof. Dat hebben we eigenlijk heel de zomer rond toerisme gewerkt. En dat heeft enorm hard geboomd. En doordat we die opdrachten dan hadden, konden we ook weer naar andere bedrijven stappen. Van kijk, we hebben dit gedaan. We zijn niet bij de pak blijven zitten. We zijn ook nog gegroeid ondertussen. Hup. En zo zijn we eigenlijk verder gegaan dan. Totdat het dan november was. Dus de tweede lockdown kwam eraan. Dus ja, de cijfers gingen weer slecht. Ja. Mensen panikeerden weer. En dan is eigenlijk mijn vriendin gestart met de IMO. Ook in een moeilijke tijd gestart. Want die mochten bijvoorbeeld geen bezoeken niet meer doen. Nee. Dus mensen konden niet meer langs. En dan zijn we eigenlijk op dat 360, die virtuele rondleidingen, zijn we op dat verhaal gesprongen. En hebben we dat eigenlijk uitgetest hier in België met een kleine camera. Hè, van oké, hoe werkt dat? Kunnen we dat doen? Wat is de software erachter? Zo eigenlijk weer beginnen puzzelen, gelijk dat we die 3 maanden daarvoor gedaan hebben, hè, van de eerste 3 maanden. Ja. Zijn we terug beginnen kijken, wat zijn onze mogelijkheden? Wat hebben we nodig? Waar kunnen we naartoe? En dan eigenlijk vrij snel besloten van oké, hier zit nog toekomst in. Dus hebben we ook ons direct veiliggesteld voor de toekomst. We hebben dan een camera besteld uit Amerika, die je hier in België niet kunt krijgen. Maar die wel veel, veel betere kwaliteit was dan wat er momenteel hier in België werd aangeboden. Dus voilà, die was hier dan op een 3 weken was die hier. En dan zijn we eigenlijk begonnen in de IMO-market. Hè. Dus virtuele rondleidingen, mensen kunnen gewoon live door je huis stappen, 24/7. En je kunt dat helemaal ronddraaien zoals een poppenhuis. Je kunt daar inkijken van bovenaf. Je kunt metingen doen. Allee, je kunt echt alles. Straf. Of in mijn... En daar is nu heel veel vraag naar dan? Daar is nu heel veel vraag van. Het is nog altijd gemakkelijk, omdat heel veel mensen zijn ook gewoon geïnteresseerd van oké, die woning, hè, mooi huis, ik zou wel eens willen weten. Hoe ziet dat eruit van binnen? Ja. En dat zijn eigenlijk mensen die geen interesse hebben om je huis te kopen, maar die willen gewoon weten hoe dat het huis eruit ziet van binnen. Ja. Maar ja, dat is 1 tijd verloren voor die personen die dat huis verkopen, want die mensen hebben toch geen intentie om te kopen. Ja. En 2 ook veel tijd voor je makelaar, want die moet altijd tijd vrijmaken om die bezoeken te komen doen. Dus nu kun je eigenlijk gewoon die doorsturen naar die tool, hè, dat is dan op de website dat ze komen. En dan kunnen ze gewoon door dat huis wandelen. Ah, ze hebben het gezien. Oké, geen interesse. Hup, niks aan verloren. Hebben ze wel interesse, dan kunnen ze langskomen. En je schakelt dat een beetje uit, dat
ja, dat is een beetje fun shoppen, hè. Ja, maar dan met huizen zo. Ja. En ja, die zijn kwijt. Allee, die zijn kwijt en dat is een goede zaak, hè. Ja, inderdaad. Oké. Okay. Ja, ik had er al iets van gelezen en zelfs gezien op Nationaal TV dat ongoing was. Ja. Maar dan is altijd de vraag, heb je daarnaast evenementgewijs en dergelijke nog andere zaken die jullie nu aanpakken? Of draait het echt enkel en alleen daar rond nu? Nu op dit moment? Ja. Nu op dit moment zitten we echt al enkel en alleen bij bedrijven. Dus ja, evenementen zijn er niet. Dus wij doen eigenlijk vooral voor reclamedoeleinden, voor bedrijven. Okay. Ook een deel voor hun om te laten weten van, kijk, ondanks corona bestaan wij nog, we zijn er nog, we zijn niet dood, wij zijn er nog, wij doen nieuwe dingen. Dus we laten echt zo foto's maken dat ze mee kunnen uitpakken op sociale media, een bedrijfsfilm, een of ander proces in een... In hun fabriek of ja. Zo, hè, dat dan in de kaart mag gebracht worden. Dat is eigenlijk de hoofdzaak dat wij nu doen. Ja, wacht. Want wat ik daar heel interessant aan vond, en die vraag... Enfin, hoe heb je die bedrijven gecontacteerd? Is dat een mailtje dat je stuurt met, kijk, dit zijn wij, dat hebben wij gedaan. Pakt u een telefoon vast en belde die op van, ik heb het bij uw buur gedaan, mag ik bij jou ook eens langskomen? Hoe hebben jullie die prospectie gestart? Want iedereen zit wel... in lockdown en thuiswerk. Het is ook niet simpel om nu nieuwe bedrijven aan te schrijven. Nee, klopt. En ze zijn ook heel wantrouwig. Mm-hmm. Omdat, ja, we hebben net alles meegemaakt waarvan je dacht dat het niet meer zou gebeuren in 2020. Ja. Dus je ziet wel dat wantrouwen een beetje. Maar ondanks eigenlijk dat we veel thuis zijn, komt er toch nog 90% van mijn werk via. Dus eigenlijk doen wij opdrachten voor bedrijven die we al kenden. Ja. En die babbelen dan eigenlijk met andere bedrijven, soms met leveranciers, soms met vrienden die ook een bedrijf hebben. En die laten dan ook zien van, kijk, dit hebben zij voor ons kunnen doen. En zo ja, rolt dat eigenlijk een beetje in elkaar. En dan krijg je daar een aanvraag van en dan heb je dat weer gedaan. En zo, ja, dat is eigenlijk een soort sneeuwbal die begint te rollen en die altijd maar aandikt en aandikt. Leuk. Maar inderdaad, soms gebeurt dat ook, dat wij mails uitsturen. Ik ben daar zelf niet zo'n fan van, want ik vind dat zegt weinig, een mail. Dus ik hou wel nog altijd van die, ja, ik zeg het, ik ben een sociaal persoon, dus ik hou echt van dat sociale, dat menselijk contact. Ik vind dat heel, heel belangrijk. Ja, dat is heel duidelijk. Natuurlijk, het is dan cold mailing, cold calling. Dat is ook inderdaad veel moeilijker, zeker in deze tijden, dan het via-via. Ja. Maar het via-via-verhaal wil wel zeggen dat je supergoed bezig bent, want anders zouden mensen je zo niet aanbevelen en het je niet gunnen. Dus ik denk dat je daar heel hard op moet voortbouwen. Dat klopt inderdaad. Als je kwaliteit aflevert, dan krijg je daar ook iets voor terug. En dat is echt iets waar wij wel echt aan bouwen. Oké. Okay. Niet alleen in het werk dat we afleveren, maar waar dat het vaak nog schort, heb ik ook gemerkt bij anderen, is in communicatie bijvoorbeeld. Van oké, we gaan die opnames nu doen, die een dag, maar wat wordt er nu exact verwacht van dat bedrijf? Uh-huh. Die hebben daar ook geen ervaring mee misschien, dus die weten ook niet van, ja, wat moet er allemaal voorzien worden, wie moet er hier zijn, wat moeten wij nog voorzien, wat moeten we allemaal voorbereiden? En daar zijn wij wel heel sterk in. Dus wij zijn heel sterk vanaf het begin met transparante communicatie tijdens het proces van oké, dit en dit en dit. Maar ook achteraf, als zij nog vragen hebben van hoe moet ik dat doen? Of heb je hier nog een idee voor of zo? Dan staan wij daar ook nog altijd. Ja. Dus het is niet dat wij... ik zeg ook altijd, ik doe liever 10 opdrachten voor dezelfde dan 10 verschillende opdrachten. Snap ik. Omdat... Dat is weer die relatie. Je kunt een relatie opbouwen met mensen. Je leert die kennen, je weet wat ze verwachten, je weet wat ze willen. En je kunt dat volledig uitspelen en naar hun hand zetten. Ja. En dat is echt sterk, hè? Dat is kwaliteit. Ja, absoluut. Dat is een binding. Hè? Dat is dat ze bellen nu niet meer, ze sturen nu gewoon een berichtje. Thibaut, kom eens af. We hebben u nodig. Ja. Okay. Zo gebeurt dat inderdaad heel veel. Heerlijk moet dat zijn. Heerlijk. Ja. De naam, Picat Media Productiehuis. Hoe kom je op Picat Media? Ja, dat is eigenlijk een heel grappig verhaal. Ik had eerst een eenmanszaak. Hè, dus in 2019 heb ik een eenmanszaak opgestart. En dat was dan gewoon onder mijn eigen naam, Thibaut Keulers Photography. Maar ja, ik heb het al gezegd, we zijn dan beginnen uitbreiden. En dat ging dan veel breder dan fotografie alleen. Dus die naam, dat past ook niet echt niet meer.
Dus ja, ook omdat we wel succes boekten, hebben we moeten overschakelen van een eenmanszaak naar een vennootschap. Ja. Dus was dat ook de ideale moment om die naam aan te passen. En dat is eigenlijk dus mijn schoonmoeder, dus de mama van mijn vriendin, die noemde mij altijd de Piket. Omdat ik ben zelf een hele lange, smalle. En ja? een piket, dat, voor de mensen dat niet weten, dat is een paal. Hè? Een piket, een paal. En ja, dat bleef altijd zo wel in mijn gedachten spoken van oké, piket, dat klinkt wel nog goed. Ja? Maar ik wist nog niet direct wat ik ermee moest doen. En dan op een gegeven moment, ja, we zaten op de vlieger naar Mallorca. Dat was september 2019 was dat dan. En ik was daarover aan het nadenken en nadenken. Ik zeg, ik moet daar toch iets mee kunnen doen. En dan ja, beginnen opschrijven en zo ja, wat beginnen tekenen al en doen. En dan op een keer zag ik, ja, pic, hè, van picture. En dan, ja, ad was van, oké, okay, van ad, ja. Van een locatie bijvoorbeeld. Ja. Hè, at your event, at your wedding. En dan gewoon media, omdat dat is heel breed media. En dat dekt heel de lading dat we doen. En zo is eigenlijk de naam Pic at Media ontstaan. Heel dus stom, maar ja. Nee, dat is niet stom, dat is tof. Eigenlijk moeten we je bedrijf dan Lange Smalle Media Productiehuis noemen. dat zou wel een correcte vertaling zijn. Ja. Nee, fijn, inderdaad. Zeg, hoe zien uw dagen er nu uit in corona? Wat jij... Nee, wacht. Niet alleen in corona. Daarvoor waren het events. Deed je vooral 's nachts die events. Hoe zagen uw dagen er toen uit en hoe zien ze er nu uit? Volgens mij is dat een verschil, niet? Ja, dat is een heel groot verschil zelfs. Natuurlijk rekening houdende dat ik ook nog altijd naar school ga. Ook nog, ja, juist. Ja, dus hoe was mijn indeling vroeger? Dus die events, dat was dan vooral vanaf vrijdagavond begon dat, tot zondagavond. Dat was vaak ook maar 2-3 uur slapen op een heel weekend. Gewoon omdat er geen tijd was om te slapen. En dan maandag, dus zondag op maandag sliep ik. En maandag deed ik vooral alle verwerkingen. Dus ik probeerde altijd op maandag, dinsdag soms alles te verwerken. Ja. En dan was dat eigenlijk terug 2-3 dagen dat ik had voor school. Maar meestal geraakte alles niet af op die 2 dagen, omdat het te veel was. Ja. Dus dan was tussen school door, was dan nog wat monteren en foto's bewerken en doen. En dan begon de week opnieuw. Dus zo herhaalde dit altijd. Hels. Dat was wel hels, maar het was wel een goed ritme. Omdat altijd wel, oké, je hebt die weekends en je in de week had de tijd om te verwerken. En dan terug die weekends. En allee, dat was wel in evenwicht. Nu is dat moeilijker, omdat we heel veel ja, bij bedrijven zitten. Dat is dan niet meer 's nachts, maar dat is overdag. Dat is in de week. Dat is tijdens je lessen vaak. Ja. Ja, lessen zijn dan ook al online. Dus je moet ook al zelf een beetje de verantwoordelijkheid opnemen van te zeggen, oké, nu ga ik mij bezighouden met school. En dat is niet altijd gemakkelijk. Nee. Omdat dat trekt een beetje aan u. Dus ik voel dat nu heel hard. Hè. Naarmate dat ik dichter bij het einde kom, merk ik heel hard dat ik mijn aandacht moet verdelen. Ja, dus de universiteit, het is heel veel. Ik zit met mijn masterproef, met stage, met een kortfilm die we nog moeten maken. Dus daar heb je heel veel tijd in. Maar tegelijkertijd heb je ook nog die andere, je bedrijf en dan het bedrijf van mijn vriendin, waar ook nog tijd moet in geïnvesteerd worden. Dus dat was, ja, dat is heel heavy. Het zijn hele lange dagen. Ja, hoe verdeel je dat? Sowieso. Kun je daar grenzen in stellen voor jezelf? Pff, moeilijk. Ah, ja, tuurlijk. Ik moet dat toegeven, dat is moeilijk. Omdat je wilt niet snijden in geen een van de twee eigenlijk. Maar soms doe ik het wel. En ja, ik moet je niet vertellen in wat ik dan ga snijden, nee, maar dan is het in mijn schoolwerk. Ja, ja. Omdat ja, ik kan niet mijn klanten verwaarlozen, dat gaat niet. Als ik mijn school een beetje verwaarloos, is het mijn eigen probleem. Dan moet ik het maar oplossen. Maar ik kan niet tegen een klant zeggen van nee, dan dat gaat niet. Allee, dat, zo ben ik niet. Ja. En dat is wel, ja, dat is wel moeilijk. En dan de afgelopen 6 weken heb ik ook nog stage gelopen. Dus dan moest ik 40 uur per week stage lopen in een ander bedrijf. En ook al de rest nog doen. Dus ja, dat waren hele zware weken. Dat zal wel zijn, dat kan ik me zo voorstellen. En het is niet dat je ondertussen zo eens een paar uur kan hebben om je buiten te gaan te ontspannen of eens afkappen, want alles is dicht. Dus ook dat zal wel wegen, dat er geen ruimte is voor uitspattingen. Klopt. Want mijn vriendin en ik, wij zijn ook alle twee hetzelfde ingesteld, dus wij werken enorm hard.
dat gaat ook goed samen, want het zou ook niet passen als ik bijvoorbeeld om 10 uur 's avonds nog bezig ben en de anderen liggen in de zetel. Dat Toch. Matcht niet. Nee. Maar daarin hebben wij elkaar wel echt gevonden. Wij werken beide echt enorm hard. Maar omdat wij ook hard werken, proberen we ook hard te genieten. Ja, tuurlijk. Dus vroeger was dat dan vooral omdat wij reizen heel graag. Dus dan maakten wij 1 of 2 keer op een jaar een mooie reis. En we gingen dan ver weg en we wilden andere culturen leren kennen. Dus we genoten daar ook echt enorm hard van. Mm-hmm. En ja, dat valt nu enorm weg. En dan in het begin had je dan wel nog die paar zomerbaars. Of ik ga daar met mijn vrienden een keer iets gaan drinken. Maar dat is nu ook weg. En ik moet zeggen, de laatste weken, maanden... draaien eigenlijk alleen maar rond werken, studeren, proberen te overleven en door te gaan en zien dat je niet er zelf onder lijdt. Moet je mentaal wel heel sterk staan en dat is niet altijd gemakkelijk. Nee, dat kan ik me voorstellen. Er is geen decompressie eigenlijk, hè? Nee, veel te weinig. Ja, en tot hiertoe lukt dat nog. Het is niet dat je zegt, ik moet hier echt een week... Enfin, er is ook geen mogelijkheid om te gaan natuurlijk. Nu, nadat mijn stage gedaan was, heb ik wel even moeten bekomen. Dat waren 6 hele zware, helse weken. Dus dan heb ik wel even een dag of 3 dat ik echt uit mijn flow was. Dat ik niet de motivatie had van oké, ik ga hier een keer aan iets beginnen. Ja. Het was allemaal op een heel laag pitje. Maar ondertussen zijn we terug goed gestart. Allee, de aanvragen lopen terug enorm. Ik werk ondertussen aan mijn masterproof. We zijn bezig met mijn vriendin naar het bedrijf. En ja, dat valt goed ineen. Ik weet niet, ik moet daar ook... Allee, of wij moeten daar ook niet veel moeite voor doen. Dat past wel. We zijn alle twee zo ingesteld. We zien wel. Hè. We kijken van oké, nu moet er veel voor u gedaan worden. Nu moet er veel voor u gedaan worden. We staan elkaar een beetje bij. Ja. En... veel handen maken licht werk. Absoluut. En dat valt mooi ineen als een puzzel ondertussen, omdat je in die flow zit. Zeg, ja, is er klopt. Tijd voor... Ja, ik wou dan ontspanning vragen, maar dat is dan matig. Maar ik bedoel, voor sporten, doe je nog iets van sport? Of van toch proberen je hoofd leeg te maken, al is het met meditatie? Dat hoor ik hier ook vaak. Nee, ik moet eerlijk toegeven, momenteel wordt er niet gesport. Nee. Omdat er gewoon echt geen tijd voor is. Dat zou willen zeggen dat we dan... bijvoorbeeld nog een uur vroeger moeten opstaan, maar dat is dan weer een uur slaap minder. Ja. Alle uren die we kunnen gebruiken, moeten we momenteel echt gebruiken. En dat was eigenlijk wel heel spijtig, want we hadden net een fitnessabonnement genomen. We zeiden, oké, we gaan zeker 2-3 keer in de week gaan we toch daar tijd voor maken. Ja, toen gingen de fitnesscentra toe. En, oef. Dan... Ja, daar kom je mooi van onder. Ja. Dat hebben we weer goed geregeld. Ja. Nee. Nee, sporten, nee. Jammer genoeg niet. En lezen? Iets om je hoofd leeg te maken. Is dat erbij of ook dat niet? Lezen probeer ik nu wel te doen. Ja, ik bedoel niet zozeer... Sorry, ik onderbreek, maar ik bedoel niet zozeer expres... lezen, maar ik wil zeggen iets waar dat je totaal je hoofd even mee kunt op een andere mindset zetten van wegwerk, wegschool. Ik ben in mijn hoofd, ben ik even weg. Ja, dat is misschien een hele rare gewoonte, maar wat ik echt tot rust van kom, is op YouTube kijken naar dashcam filmpjes van auto's die van alles meemaken. In Rusland waarschijnlijk vooral. In Rusland, in Roemenië, Bulgarije. Ik vind dat geweldig. En als ik daar naar kijk, ik kom helemaal tot rust. Echt waar. Ik heb al heel veel fetiche gehad in deze podcast, maar deze is toch wel top 3, hè? Hoe kom je daarbij? Ja, ik weet niet. Ik weet dat niet. Ik ben daar ooit een keer naar beginnen kijken en ik vond dat zo... ja, grappig soms hoe dat mensen doen in een auto of hoe stomme stoten dat ze uithalen. En dat ik echt zo... ik kan daar echt van genieten, van daarnaar te kijken hoe stom dat soms gebeurt. Ik weet dat niet. Ik kan daar echt van genieten. Dan is echt een moment, als je zo zegt van geen werk, geen school. Wel, als ik daarnaar kijk, dan ben ik echt helemaal zen. Fantastisch. Ik denk dat je qua originaliteit opnieuw een prijs vast hebt in 2021 deze keer. Nooit hoor. Nee, ik ben blij voor u. Ik ga elke keer dat ik je tegenkom, ga ik je gewoon doorsturen. Waarschijnlijk heb je het al gezien. Maar...
Ja, en ik heb nu recent ook zelf mijn dashcam in mijn auto gestoken. Dus misschien dat ik binnenkort compilaties ga maken op YouTube. Hè? Ja, sowieso doen. En dan alleen voor jezelf en dan daar zelf naar kijken. Ja, ja, voilà. En dingen uitlokken. Oké. Okay. Nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Zeg, je bent nu een vijftal jaar echt bezig. Enfin, 2018 met je eigen zaak. Of in manszaak wonen. Wat is nu in die 5 jaar zo de herinnering dat je al het meeste bijblijft? Zo iets waar je van denkt, goh, amai, blij dat ik dat heb meegemaakt en dat het ook gepasseerd is. Ja, ik denk dat dat echt wel de moment was dat ik werd gevraagd om de kandidaten voor de Student Ondernemer van het Jaar Award allemaal te filmen. Dus dat ging toen over, even tellen, dat waren 17 kandidaten, als ik me niet vergis. Dus voor 17 personen moest ik altijd naar die hun thuis rijden in heel België, dan gaan filmen, wat doen ze, oké, al dat, alles plannen, al die dingen. Allee, dat was voor mij in die periode was dat een hele grote opdracht. Ook wat stress voor gehad. Je bent ook nog niet... Ja, met fotografie was ik dan wel al 3 jaar bezig. Maar met video was ik eigenlijk nog maar net begonnen. Ja. En dan krijg je direct zo'n kans eigenlijk van zo'n organisatie. En dat was direct zo van... Oké, wow, dat moet hier goed zijn. Hè? Dat kunnen we niet geen half werk doen. Hè? Ja. En dat heeft mij wel enorm bijgebleven. En vooral ook geïnspireerd om die mensen te zien. Dus ja, ik keek daar ook naar op. Want dat waren mensen die genomineerd waren in bepaalde categorieën. Hè? Ik had machtige maker voor... uitvindingen die ze doen, had duurzame duizendpoot, hè, die met milieu bezig waren. Had allemaal categorieën. En ja, ik vind dat fascinerend om te kijken naar andere studentondernemers die ook iets doen tijdens hun studies en dat die daar zo groot mee worden, dat die zo'n impact maken. En gewoon dat ik dan de kans kreeg om dat allemaal in beeld te brengen, ja, dat was echt de max. Ik heb daar enorm van genoten. En dan ja, op die awardshow, en dat was dan in de Stadsschouwburg, denk ik, in Gent. Ja. Om dat dan te zien op het groot scherm en heel die zaal zit vol met publiek en uw video speelt af, die mensen kijken daarnaar, je ziet mensen glimlachen, ja, dan blijft u bij. Hè. Dat is ongelooflijk. Fantastisch. Veel uit geleerd ook waarschijnlijk. Enorm veel. Ik denk als ik nu, hè, dus we zijn nu bijna 2 jaar later, als ik nu terugkijk naar die video's, dat ik soms denk van, oei, waar hebben we daarmee bezig? Wat heb ik hier gedacht? Allee, ja, gegroeid. Hè? Je groeit niet alleen als persoon, je groeit ook in je ervaringen, in wat je meemaakt, in wat je ziet. Maar los daarvan ook in je materiaal. Hè? Ja, je moet investeringen doen. Maar het wil niet zeggen, omdat je een goede camera hebt, dat je automatisch ook een goede film hebt. Nee. Dus, en zo sta ik er ook wel altijd in. Ik ben altijd wel de persoon die ook beseft dat je materiaal maakt je niet per se een goeie. Het is ook wat je ermee doet dat effectief belangrijk is. Maar ja, 2 jaar later, alleen nu als ik kijk, toen had ik 1 camera, nu heb ik er 5. Toen had ik 2 lenzen en nu hebben we er ook 6, 7 lenzen. Ja, dat groeit allemaal. En ja, je kunt gewoon veel meer, de opties worden groter, je kunt verschillende standpunten van hetzelfde dat gebeurt. Ja. En ja, dat is een heel proces, maar we hebben daar enorm, enorm veel uit geleerd. En ik ben altijd heel dankbaar dat ik toen die kans heb gekregen om dat te doen. Dat is nu puur uit interesse, maar zijn daar ondernemers uitgekomen die nu iets bekender zijn, die we kennen? Of? Misschien wel. Bakkers Online. Ik weet niet of je dat kent. Ja, niet persoonlijk, maar het zegt mij iets, ja. Ja, dat is van Maxime Sergent. Heb ik altijd al enorm hard naar opgekeken. Okay. Het is ook echt een jongen die echt weet waar hij mee bezig is. Die ook weet waar hij naartoe wilt. Die heeft onlangs ook van de horeca tijdens corona met die QR-codes op de tafel. Ja. Dat is nog op nieuws geweest. Dat is hij die ook daarachter zit. Okay. Dus dat is echt enorm veel respect voor. En dan misschien ook de winnaar van vorig jaar, dat is Tibbe Verschaffel van Planet B, die maakt bamboefietsen. Oké, bamboefietsen. Dus ook bamboefietsen. En ondertussen doen ze ook bamboerietjes bijvoorbeeld, die zijn ook te koop in de Colruyt. Allee, ik bedoel, als je zo'n dingen ziet, ik kan daar alleen maar vol lof naar kijken van, hey,
super tof dat je dat zo goed doet. Hè? Ik bedoel, ik vind dat ferm. Hè? Ja, en prachtig dat je die mag opvolgen als laureaat. Dat is helemaal om fier op te zijn. Dat ook. Ja, absoluut. Ik had het ook nooit niet verwacht. Ik zeg het, ik was blij dat ik bij die 5 beste was. En winnen kwam voor mij heel onverwacht. Dus, en binnenkort is er een nieuwe winnaar. En die ga jij meekiezen. Jij zit nu mee in de jury. Ja, klopt. Wat wordt er van jou verwacht? Van mij wordt er dus ook verwacht dat we mee gaan jureren. Dus de preselecties die zijn al gebeurd. Okay. Daar kon ik helaas, door de combinatie van mijn stage en de rest, kon ik daar niet bij zijn. Maar ik ga nu wel in de jury zitten bij de eindbeoordeling, zeg maar. Ja. Dus ja, dat gaat wel tof zijn om terug die verschillende mensen te zien die met ideeën komen waar dat ik misschien nog nooit aan gedacht heb. Mm-hmm. En ja, dat is gewoon al heel tof. En dan hoop ik dat ik mijn wisselbeker aan iemand kan overdragen die het met evenveel passie zal doen als dat ik het afgelopen jaar gedaan heb. Ja, het is heel leuk om u erover te zien vertellen. Ja, het is heel gepassioneerd en vol trotsheid. En terecht, hè. Terecht. Heb je een bepaalde ambitie, ik ga zeggen op 5 jaar en zelfs op 10, want je bent echt nog jong. Binnen 10 jaar ben jij nog maar 33, hè. Goeiedag. Ja, binnen 10 jaar voel ik me een dinosaurus. Dus je hebt nog heel dat veel... Dat ziet er nog niet uit. Oh, dank u. Oh, dat is mooi. Oké, ik ga de podcast wel online zetten. Het is goed. Nee, allee, ik had me niet meer voorstellen dat je binnen 10 jaar nog maar 33 bent. Er is zoveel weg te bewandelen voor jou en je staat al zo ver. Wat zijn jouw ambities nu binnen 5 en binnen 10 jaar? Heb je daar een zicht op? Ruw wel. Omdat... Ja, je weet nooit wat er gaat gebeuren. Hè. Bijvoorbeeld ook opportuniteiten die nog komen. Zoals ik al zei, ik probeer altijd op te springen. Ik probeer altijd te kijken, wat gaat er nog komen? Wat is er nog... Allez, wat is de toekomst? Wat gaat dat nog brengen? En ik probeer er ook echt in mee te zijn. Mm-hmm. Maar ik heb wel de ambitie. En misschien is dat groot. Hè. Misschien is dat te groot, want ik ben een dromer. Hè. Mijn vriendin is de realist. Dus zij is degene die... Ik begin dan te dromen van dit en dit en ik begin zo. En dan zij is degene die zegt, wow. Dit en dit en dit. Heb je daar al eens aan gedacht? Ja. En dan denk ik, oké, heb je gelijk. Maar dat is een heel goede combinatie. Hè. Wij trekken elkaar echt gelijk. Maar ik zou heel graag... documentaires boeien mij enorm... Over gelijk welk onderwerp. Ik vind dat altijd heel prachtig als je een echt verhaal mooi in beeld kunt brengen. Dus ik heb wel de ambitie om een documentaire te maken. Dus noods voor een lokale, gelijk VRT of VTM of weet ik veel wat. Of voor Netflix. Hè. Ze zitten niet ver. Het hoofdkantoor is in Amsterdam. Dus het is niet ver van hier. Om echt een documentaire te maken en die dan online te krijgen op Netflix bijvoorbeeld... Dat is echt wel mijn ambitie. Wauw, tof. Een leuke droom. Heb je toch al een onderwerp van documentaire in gedachten, in de richting dat je wilt uitgaan, of maakt het echt niet uit? Momenteel ben ik daar ook... Ja, ik heb ook gewoon geen tijd om daarover na te denken. Ik had wel aan het begin van de corona had ik een idee, maar toen ook niet de kans gehad om dat uit te werken. En toen nadien was het eigenlijk op tv over de coronasituatie en zo, maar ik wou eigenlijk naar allerlei mensen gaan en die bevragen. Dus bijvoorbeeld leerkrachten, hoe gaat je om met deze situatie? Hoe pakken jullie dat nu aan? Hoe ziet je de toekomst? Eigenlijk een beetje een soort blik op de toekomst werpen om dan een jaar nadien bijvoorbeeld die documentaire online te zetten en dan te kijken van oké, toen zeiden we dat en waar zijn we vandaag? Dus dat was eigenlijk mijn idee toen een beetje, maar ik had ook de tijd gewoon niet om dat uit te werken toen. Dus echt een concreet onderwerp heb ik zeker nog niet. Maar ik denk dat dat ook wel iets is wat dat losloopt naarmate dat ik dan ook ouder word en meer tijd heb ook om daarmee bezig te zijn. Nu al zoveel mogelijk over die onderwerpen beginnen filmen, random. Want het is in, hè. Er zijn Netflix, Telnet, Play staan vol met documentaires. Ik zie dat ook super graag, dus je hebt mij al helemaal mee... Maar ik merk, als er beelden zijn... Ik heb bijvoorbeeld onlangs Tiger gezien, van Tiger Woods. Staat op... Die zijn beginnen filmen vanaf zo'n 2 jaar. En dat is nu allemaal samengevat in een volledige documentaire van 2 afleveringen. Dat is fantastisch om te zien. Maar hoe meer beeldmateriaal je hebt van nu al, als je pas binnen 5 jaar begint te schieten, dat geeft toch iets extra, vind ik. Enfin. Ja, maar het is ook wel echt iets wat op mijn planning staat. Maar nu, de laatste
maanden zijn gewoon... Allee, ja, tuurlijk. Het is te druk voor mijn diploma te halen. Ik wil dat ook zo snel mogelijk zien dat dat in orde is, dat ik daar vanaf ben. En dan kan ik al die tijd die ik daar nu insteek... Ja. Ja, je moet maar een keer... Allee, als ik dat eens uittel, hoeveel tijd dat daar nog naartoe gaat... Als ik al die tijd kan gebruiken om ook nog te steken in mijn eigen onderneming... Ja, dat gaat echt... Allee, dat gaat een zee van tijd zijn, hè, dat ik nog kan besteden voor mijn eigen bedrijf eigenlijk. Want bijvoorbeeld, wij doen nu wel sociale media voor andere bedrijven. Maar zelf heb ik eigenlijk geen tijd voor dat van mij te onderhouden. Dus typisch. Ik zou daar eigenlijk... Ja, dat is echt heel typisch. Hè. Ja, uw eigen zit altijd op de laatste plaats. En als die tijd vrijkomt, dan kan ik daar ook meer aandacht aan besteden. Ja. En dan gaat dat ook weer groeien. En allee, ik zie het wel positief in. Ja. Oké. Okay. Ik weet dat je er geen tijd voor hebt, daarmee dat ik ook zeg, je ambitie op 5 jaar. Is er nog een verdere ambitie, 5 jaar later, of in de verre toekomst, waar je nog een droom hebt? Goh. Je moet dat niet per se eigenlijk... vertellen ook niet, hoor. Als je het niet... Nee, nee. Ik vind het een heel interessante vraag, maar ik vind het ook een moeilijke vraag om te beantwoorden. Omdat ik ook wel een persoon ben die... Allee, kijk zeker en vast vooruit, maar ik probeer ook van elke dag te genieten en van dag tot dag te leven en... daardoor, ja, ik vind het moeilijk, maar ik zou ook wel enorm mijn vriendin gewoon steunen in hetgeen wat zij doet. Dus, zij is ook eigenlijk een beetje de motivatie geweest voor mij om te beginnen. Okay. Zij heeft in het begin tegen mij gezegd, ik had een camera gezien op tweedehands voor €200. Dat was ja, met twee lenzen bij, dat was ideaal om mee te beginnen. Ja. En ik weet niet, ja, ik had zo, nee, misschien niet. En zij had dan een paar foto's van mij gezien. En ze zei, want we zijn ook al lang samen. Ja. En ze zei ook tegen mij van, allee, doe dat gewoon. Kom, up, we springen in een auto, we rijden erachter, we zijn dat gaan halen. En zij is eigenlijk de persoon die mij altijd heeft gesteund en altijd daar stond, altijd mij heeft gepusht om dat te doen, om ook soms gewoon die stap verder te gaan. Dat ik zei van, okay. Dus zij zei, nee. Nog vooruit. En dat is echt wel nog iets, omdat zij nu ook recent dan gestart is. Zij is ook al heel veel bezig geweest met studentenjobs en zo. Ja. Maar nu echt ook zelf gestart, is dat ook wel iets wat ik echt wil terugdoen. Om haar in de toekomst echt te steunen en ook vooruit te helpen. En dat we daar gewoon alle twee van kunnen genieten. Hè. Oh, zo schoon, Thibaut. Menig hart is aan het smelten nu. het klinkt misschien een beetje melig, nee. Maar dat is het. Totaal niet, ja. Dat is echt, ja... Dat is niet dat is melig. Een persoon die mij... Dat is respect nee, voor ja, uw vrouw dat... en voor de manier waarop dat ze u heeft gesteund in die tijd. En dan nu terug... Dat is prachtig. Dat is helemaal niet melig. Maar ik vind het gewoon schoon, ja. Ik moet dat toch benoemen, natuurlijk. Dat is een feit, ja. Als ik dat voor haar kan terugdoen, dan ben ik echt een gelukkige mens. En als wij gewoon alle twee kunnen leven en we moeten ons niet te veel zorgen maken over de dingen en we kunnen doen waar we echt... Allee, wat we graag doen, waar we mee bezig zijn, wat we willen doen, dan is mijn leven echt is mijn leven goed. Dan kan ik mij geen beter leven wensen. Wel, kijk, dat is een fantastisch antwoord, want dat is eigenlijk het antwoord op mijn vraag. Of dat nu binnen 10 of binnen 20 of 30 jaar is, waar wil je naartoe met bedrijven, met je leven? Dat is het perfecte antwoord daarop. Hè? En... Ja, ik wil gewoon elke dag kunnen doen wat ik graag doe. Dat, voilà. Dat is het belangrijkste voor mij. Oké, terecht. Zeg, ik heb nog een laatste vraagje. En dat is een iets lastigere. Als je al naar de podcast geluisterd hebt, dan ken je ze misschien. Als je erover nagedacht hebt, dan moet je iets anders antwoorden dan wat je in gedachten had. Welke tip geef je aan jezelf als je vandaag terug zou starten? Goeie vraag. Oké, top. Nee, ja, nee, wauw. Ja, goeie vraag. Ik denk vooral minder twijfelen. Ik heb in mijn start, en dat is ook wat ik merk bij andere jonge ondernemers, dan bedoel ik niet alleen jonge mensen, maar ook gewoon mensen die willen beginnen met iets, ja. Is dat er vaak heel, heel hard getwijfeld wordt over, gaat dat wel werken? Is er wel publiek voor? Zou ik dat wel doen? Ja, nee. Ik, dat is echt iets wat ik nu enorm besef van, had ik dat toen niet gedaan, had mijn vriendin mij toen ook niet gepusht, dan had ik hier vandaag nooit niet gezeten. Ja. Dus ik denk dat als ik een tip zou kunnen geven van dat ik nu zou terug moeten starten, gewoon doen, punt. Gewoon niet meer, gewoon doen, ja. Ja. Dat heb ik al een paar keer gehoord en dat is een toptip. Zeker als het een goed idee is, maar ik heb nu toch nog een klein laatste bijvraagje. Terwijl dat je aan het vertellen was, heb je ooit, toen je die berichten kreeg als student-ondernemer van het jaar 2020 en mentor, gezegd van... Man, dat is echt geen goed idee, dat zou ik niet doen. Heb je dat ooit moeten zeggen? Of ooit gedacht en niet gezegd?
Jawel, dus ik heb al gezegd, ik vind transparante communicatie heel belangrijk, zowel positief als negatief. Dus ik heb inderdaad al mensen gehad die ook met ideeën kwamen, waarvan dat ik ook dacht van, nee, dat gaat echt niet werken. Nee. Maar dan vind ik het ook belangrijk om dat tegen die persoon te zeggen, want stelt dat die dan wel de kracht hebben om te zeggen van, ik spring, ik doe het, en dat mislukt volledig. Ja, dat zou dan spijtig zijn. Dan probeer ik wel zo op een constructieve manier uit te leggen van, oké, concept zo en zo, en dat is wel goed, maar misschien is het toch niet helemaal wat het moet zijn. Misschien moet het toch nog eens herbekijken, want vaak zijn het wel dingen die wel zouden kunnen lukken, maar misschien niet op de manier dat ze het dan uitleggen. Ja. Dus als ze dan toch wel zo proberen, ja, dat mijn ander paar ogen noemen dat, even te kijken naar de zaak van, oké, maar denk ook eens aan dit en dit en dit, en zou dat wel, zouden dat wel doen, en misschien kun je het beter zo doen, dan probeer ik wel zo op een constructieve manier en zelf ook een deel van tips aan te bieden van, herbekijk het nog eens. En dan, meestal zijn ze daar ook wel dankbaar voor, omdat je die blik daarop werpt. Het blijft gewoon doen, maar informeer je goed en toets af bij verschillende mensen, zodat je een aantal visies op jouw verhaal hebt. Voilà, ik denk dat dat een hele belangrijke is. Mm-hmm. En daarom is het ook belangrijk dat bijvoorbeeld die organisaties, zoals Gentrepreneur, er ook zijn, waar je gratis terecht kunt met je idee, met je gevoel, om dan een keer uit te leggen aan iemand en dat die je daar ook hun visie in geven. En ik denk dat dat een hele, hele grote meerwaarde is. Dus sowieso ook al stappen naar mensen die al een bedrijf hebben. Ten slotte zijn het 10 mensen die weten wat het inhoudt. Hè. Ja. En kunnen we alleen maar van leren. Oké, top. Thibaut, bedankt. Ik kom direct bij je terug. Ik ga even afscheid nemen van kijker en luisteraar. Zo, allemaal. Bedankt om de volledige podcast weer uit te luisteren en te kijken. Ik hoop dat je het een interessant verhaal vond. Ik vond alvast van wel. Wat een pad en wat een weg heeft deze man nog te bewandelen. Daar gaan we nog heel veel van horen van Thibaut Keulers. Je kan ons volgen op social media. Voorlopig nog niet door Thibaut onderhouden en beantwoord, maar we zullen daar straks even over napraten. Op Instagram Belgische Ondernemers, op Facebook Belgische Ondernemers, op LinkedIn Belgische Ondernemers. Je kan ons mailen om mee te doen, om vragen te stellen, om kritiek te geven, op info@belgische-ondernemers.be. En ik jullie luisteren mij en zien mij graag een volgende keer terug. Ik ben zeker dat jullie dat graag gaan doen. Bedankt om deze aflevering uit te luisteren. Thibaut, ik vond het geweldig dat je erbij was. Bedankt. Ik hoop dat je het ook een beetje leuk vond. Ik heb er enorm van genoten en ik hoop dat de mensen die luisteren iets hebben aan mijn verhaal en er ook hun voordeel kunnen uithalen. Ja, ik ben vergeten te vertellen in mijn afkondiging dat mensen die bezig zijn met documentaires u al op de planning voor binnen 5 jaar moeten zetten, productiehuizen en anderen, dat die toch u mogen aanschrijven. En ik ben er vrij van overtuigd dat u al mailtjes en sms'en zult krijgen van startende ondernemers, van studentondernemers, die toch willen aftoetsen met jou hoe hun verhaal het best kan opgestart worden of verbeterd worden. Daar ben ik vrij zeker van, dus dat gaat zeker volgen. In elk geval, dank je wel om erbij te zijn. En voor iedereen, tot een volgende keer. Misschien.